Breda Nu. Je weet het meteen. Like the legend of the Phoenix. Dress Red Day in Breda. Ik vraag aan mevrouw van de organisatie wat het inhoudt. Mijn naam is Corine Verbeek. Ik ben al 10 jaar verbonden aan de Hartstichting. Waarom Dress Red Day? Dat is overgewaaid uit de VS vanaf 2002. En het is aandacht te vragen voor het vrouwenhart. Het bevreemde mij, net zoals heel veel anderen, dat het vrouwenhart en de hart- en vaatziekten zoveel anders zijn bij een vrouw als bij een man. En vandaar dat wij aandacht vragen. Draag rood, etalages rood en natuurlijk halen wij ook gelden op, want onderzoek is noodzakelijk. En hoe komt het dat u bij deze organisatie betrokken bent? Nou, ik ben ooit begonnen als vrijwilliger en net als u heel erg verbaasd dat er zo'n verschil is tussen een man en een vrouw. Wat natuurlijk is, we komen van Mars en we komen van Venus. Maar blijkbaar zijn de onderzoeken altijd geweest op de mannen of op de heren. Dat is ook vrij logisch. Maar het wordt heel erg onderkend bij een vrouw. Het zijn overgangsklachten, het is een griepje, al dat soort zaken. En dat kunnen ze voorkomen door voortijdig preventief onderzoek. Elke dag sterven er in Nederland 57 vrouwen. Meer dan 300 belanden onnodig met spoed in het ziekenhuis. Er zijn meer dan 60.000 hart- en vaatpatiënten in Nederland. Dus is me nogal wat. Ooit komt de dag. Dan zal ik. Je weet het meteen.